Dan mag u beginnen met de laatste wedstrijd van vandaag. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, fantastisch. Je ziet dat het gewoon, ondanks alle hitte, iedereen heeft plezier, niemand moppert. Dus alle wedstrijden lopen op schema. Mooie kun je het niet hebben. Wat voor teams spelen hier zoal? Waar komen ze allemaal vandaan en hoeveel zijn het er? We hebben nu 48 teams, waarvan 8 damesteams. En ze komen uit 8 verschillende landen. Nou, van oudsher is het altijd al Engeland, Schotland, België. Daarna is Frankrijk gekomen, Polen, zelfs Litouwen. Ja, dus het is geweldig om zoveel mensen. En zoals de burgemeester het ook in het voorwoord zei van het toernooi magazine, in een vrij Europa. En morgenavond dan zit het er weer op en dan kunnen jullie terugkijken op een mooi toernooi, hoop ik. Zeker weten. Morgen prijsuitreiking en dan gaan we aan het werk voor de volgende editie. Woking voetbal, daar doe jij ook aan mee. Wat maakt dat woking voetbal zo'n mooie sport is voor jou? Voor mij is het een mooie sport omdat ik chronisch last van mijn rug heb, zeg maar. En gewoon weinig kan doen voor mijn gevoel. En ik blijf hiermee in beweging. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik hou echt van teamsport. En andere teamsports zijn vaak te zwaar voor mij. Dus ik vind dit echt heerlijk. En spuiten vind ik ook fijn. Ja. Want het is voor het woking voetbal een van de eerste toernooien voor dames. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Woking voetbal hebben we vorig jaar, tijdens corona hebben we het in oktober gehouden. En toen hadden we wel wat teams. Toen hadden we volgens mij 4 teams, herenteams. En het is een fantastisch toernooi, vind ik zelf. Ja.